Ja, hier is Fischie weer en ik ben hier met Jari. Dit is wedstrijd van de week. Groningen uit. Ja, lastig wedstrijdje meestal. Ja, toch? Ik weet niet. Jij gaat naar Ajax-wedstrijden. Ga je wel eens naar uitwedstrijden? Nee, uitwedstrijden eigenlijk nooit. Daar moet je echt een seizoenskaart voor hebben. Mm-hmm. En die heb ik niet, dus... Maar waarom heb je geen seizoenskaart dan? Nou, omdat Amsterdam nogal een stukje reizen voor mij is. Ja. En dat kost nogal aardig wat centjes, zeg maar. In het weekend kan ik niet gratis reizen. Maar jij komt uit de buurt van Rotterdam, zeg maar. Is het niet juist fijn als je ook dat je ook uitwedstrijden kan? Want ja, je hebt natuurlijk gewoon bij jou in de buurt, wat heb je allemaal? Fijn hoor. Maar ja, dat mag je niet doen. Maar ik bedoel, andere... Nou ja, ik woon... Mijn ouders wonen in Middelburgen, ja? Dus dat is wel een uurtje rijden nog naar Rotterdam. Ja. Maar ja, wat, andere gedeelte woont in? Ik sta in Tilburg. Tilburg. Dus nou, ik zou op zich naar Willem II en zo naar Breda. PSV. PSV, ja ook. Ja, het zou op zich kunnen, maar ja, dan moet ik wel een seizoenskaart hebben. En dan moet je weer een speciaal uitrecht hebben. Ik weet ook niet precies hoe dat werkt. Wat kost een kaartje? Een seizoenskaart. Ja? Goeie vraag. €300 of zo, denk ik. Nou, dat vind ik wel meevallen eigenlijk wel. Het valt op zich mee, inderdaad. Maar ja, geld, met de reiskosten. Ja. Reiskosten verdubbeld. Ik zie je vaak tweeten van, hey, ik ben onderweg naar Ajax en zo. Dan denk ik, nou, zo. Dat moet je het ook maar doen, ja toch? Ja, ik probeer wel zoveel mogelijk wedstrijdjes mee te pakken, maar seizoenskaart, dat lukt nog niet. Nee. Nou ja, dit is weer een andere wedstrijd. Wat denk je zelf hiervan? Ja, Groningen is niet in de allerbeste vorm, maar tegen Ajax zijn ze toch altijd wel weer goed. En we missen Ziyech natuurlijk. Ja, dat is ook een heel groot ding, ja. Want die zal wel een paar weken in ieder geval uitgeschakeld zijn, misschien wel langer. Ja. Ja, sowieso tegen PSV volgende week doet hij niet mee, dus... Ja, dat is ook een probleem inderdaad. Al is PSV een halve amateurclub op dit moment. Maar... Ja. Ja, dat hebben we gezien in de beker natuurlijk. Dat mag eigenlijk nooit gebeuren. Nee, dat kan niet. In ieder geval een club zoals PSV, Ajax, Feyenoord, zeg maar, die clubs. Of AZ, dat mag niet gebeuren. Nee, dat mag echt niet. Nou, doe eens een voorspelling, jongen. Ik denk 1-2. 1-2. Klein overwinningje voor Ajax. Ja. Ik denk 0-3, maar we gaan het zien. We gaan over naar de wedstrijd. Welkom allemaal vanuit dit stadion. We hebben een ideale omstandigheden. Nou, Valstadion is het natuurlijk niet. Nope. Is het ons een groot genoegen om u van commentaar te mogen voorzien. Mijn naam is Sier. Nou, ik speel lekker met Traoré in de spits, omdat Sier er niet bij is, helaas. Dit is echt een eetbal. Ja, Sier. Je hebt hem wel eruit gehaald, hè? Ja. Ja. Ik weet absoluut niet bij Groningen. Ik weet absoluut niet bij Groningen hoe dat in elkaar zit, maar. Nee, ik ook niet. Donny van der Beek. Zo. Zo. Donny. Kijk eens aan. Kracht, jongen. Ja. En ik maak gewoon mijn eerste kans af. Ja, dat heb jij een tijd geleden, hè? Dat is ook wel eens anders geweest, ja. Met Ajax nog altijd in feeststemming om de voorsprong. Teamgenoot bij de eerste paal. Zwakke voorzet. De keeper brengt eenvoudig redding. Dat is ook niet best, hoor. En dan gaat Donny weer. Nee, oh. Dit loopt uiteindelijk op niets uit. Goeie lop richting die aanvaller. Oh nee. Oeh, dat is een beetje gevaarlijk uitverdedigen van jou. Ja. Donny van de Beek. Nou ja, het kwam gelukkig goed, maar... Zo'n klein beetje Ajax-stijl, hè. Gewoon gaan combineren waar je eigenlijk niet kan combineren. Oeh! Ik denk dan... Ik kom je zat er nog net tussen. Promes. Quincy Promes. Oh. Ik kwam terugleggen op Van der Beek, maar ik had eigenlijk niet zo hard moeten doen. Kan er hier voor gevaar zorgen? Oh. Uitstekende positie voor een voorzet. Kippetje. Kom zeg, dat verschil met vorige week is wel heel groot hoor. Ajax speelt gewoon echt prima op FIFA. Ja. Dat is gewoon echt een goed team.
Oh, maar dit zijn van die kutballen. Waarom geef ik ze zo slecht? Jezus. Snel tikken, jongen. Dat gaat echt veel sneller dan vorig. Oh, foutspel? Blijkbaar niet. Traoré. Dat is ook echt een talentje hoor, die Traoré. Ja, nou het is goed dat hij nu al kan spelen natuurlijk, maar... Het is natuurlijk, hij scoorde natuurlijk 2 keer tegen Spakenburg, dat is wel een amateurclub, maar gewoon... Vooral die ene bal met links, hoe hij die inschoot. Alvarez. Gewoon echt een goede speler. Ja, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. Wat gaat hij hiermee doen? Is alweer even aan de bal. Gaat dit wat worden? Goh. Komt net niet elke keer aan een schot. Mhm. Quincy Promes. Traoré. Steekt die. Oh! Oh! Nou, die snelheid is gewoon niet te verdedigen. Oh, waarom doe ik het nou? En vast die bal. Kai Sierhuis. Zo, Veldman gooit zich ervoor. Ah, kom op! Ik zou het echt doorlopen, toch? En dan loop je er overheen. Maar mannetje, FIFA doet niks ermee. Daar gaat het bal. Kom op, het is net niet. Gewoon. Tony van de Beek. Combinatietje. En schieten. Oh. Wat? Wat? Hoe dan? Ik denk, ik schiet gewoon voor de gein. En hij valt gewoon binnen. Hij dacht, nou, als ik toch bezig ben, doe ik er nog een doelpunt bij. Jezus. Niet te verdedigen. Wat een uitstekende eerste. Hij is perfect gekruld. Door Donnie. De scheidsrechter geeft aan dat het rust is. Wordt een zenuwslopende tweede helft. Want ja, ik denk het ook, ja. Ik wil ik hebben voor 0-0-6 of zo. Ja, we trappen af voor de tweede helft. Nou. Als we terugkijken op de eerste helft, er was maar één team de baas. Oh, hij blijft gewoon staan. Er is er niemand bij. Nu wel. Oh, man, niet goed gegeven. Nee, come on, dat is... Ja, je kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. Oh. Hard gescoord. Oeh. Oké, niet alles gaat erin, dat weten we nu. Hij komt niet eens in de buurt van het doel. Goh. Die speler deed gewoon niks, die van jou. Die bleef gewoon staan. Ja. In dat duel. Deze tackle loopt goed af. En dan een voorzet vanaf de vleugel. Nou, kom op. Beetje pit hoor hebben. Oh. Oh. Zo. Zo. Je Traoré. Wat een verschil, een kracht ook dan meteen. Ja, klopt. Ja, gewoon al mijn spelers zijn individueel beter. Dus dat tikt een stukje makkelijker weg dan, dan met Groningen. De dienst uitmaakt in dit duel. En opnieuw laat hij een mooie paas zien. Oh nee. Had ik toch een stukje eerder moeten spelen. Oh, Nana. Oh! Dat is een goede bal hoor, van mij, maar ja. Ja. Onana was wakker, gelukkig. Nee! Hij moet naar achteren, was het bedoeld. Goed opgesteld. Oh nee, ik dacht dat ik er al langs was. Zo. Nee, dat is geen overtreding, scheids. 20 minuten reguliere speeltijd, resterend. Dat is een kansloze bal. Oh, pad op avontuur. Shit. De bal over de zijkant van het veld. Nou, wat kan hij hiermee? Ruimte hier voor een voorzet. Een miserabele voorzet. Zo in de handen van de doelman. Oh, dat is ook AIDS. Wat een uitstekende wedstrijd heeft dit team gespeeld. En dat komt dat schot. Meer betoon aan Hugo. Hard overgeschoten. Geeft hij nou... Oh. Gele kaart. Ja, dat is van al een uur geleden. Ja. Marin. Hij geeft hem diep. Dusan Tadic. Marin. Oh! Ja,
Ja, ja, ja. En bij Ajax gaan ze gewoon door met scoren. Blijkbaar vonden ze die voorsprong. Jezus. Dan wilden ze lekker doorgaan. We gaan weer aftrappen. Het is wel een heel eenzijdige wedstrijd. Hij neemt het schot. Mooi gedaan. Oh, Nana houdt die bal heel knap tegen. Dat was een grote kans, hoor. Dat is een mooi schot nog. Prima schot. Andere speler gaat net op tijd aan de kant. De bal komt voor het doel. Maar ja, daar is weer Onana. Beukt die cornerbal weg. Over 4 minuten. Oh, de ruimte weer. Oh nee. Ja, dat is een goede tackle. Oh. Ras van Marien. Wat een ruimte lag er. Oh, dit is niet handig. Dit is niet handig, Alvarez. Vido Fischel geeft aan. 2 minuten nou, Veldman. Nee! Ik schiet toch! Een blokkie. Oh. Oh, leg spike. Ja. Neem je met de studenten thuis, hè? Ja, ja, ja. Ja, daar kan ik weinig aan doen. Al gaat het internet wel omhoog in de komende dagen, als het goed is. Ja, op je studenten. Ja. Nou. Ja, 0-5, ja. Dat wij gewoon zo zeggen, ja. Ah, je ziet gewoon dat gewoon elke speler bij Ajax gewoon mij eruit rent. Zelfs met de bal nog, ja, dat... 0-5, ja. Trouwens, het kan ook zomaar 0-5 worden. Dat is... Het kan op zich wel, ja. Ja, zonder Ziyech wordt het wel lastig, denk ik, maar... Denk je echt dat Ziyech zoveel bepalend is erin? Ja, dat is echt... Echt by far de allerbelangrijkste speler die Ajax heeft. Maar denk je wel dat daarom ook Ajax punten misschien gaat laten liggen? Nou, dat weet ik niet. Dat, ja. Hij moet in ieder geval wel voor de Europa League moet hij weer terug zijn. Ja, dat sowieso. Dus. Maar ja, daar heeft hij nog wel even voor, gelukkig. We spelen tegen Getafe. Hè? Ja. Ja, 20 februari. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, als Getafe. Ja, Getafe, ja. Dat is eigenlijk een goede ploeg, hoor. Ik weet het niet eigenlijk. Ik heb er geen verstand van de Spaanse competitie. Ja, Spaanse competitie is dat. Maar daar heb ik geen verstand van eigenlijk, als ik er ben. Ja, behalve Real Madrid, Barcelona en dat soort dingen. Ja, volgens mij staat Getafe nu 5e of zo in Spanje. Dus okay. Het zou wel handig zijn als Ziyech dan weer terug is. Ja, precies. Okay. Maar ja, tegen Groningen moet je het zonder hem kunnen. Nou ja, 0-5, dat is de voorspelling die wij hier gedaan hebben. Ik zei dus 0-3 en Jari 1-2. Nou, we gaan het zien. Like de vertelling even achter bij de comments. Like eventjes deze video. Dat zou fijn zijn natuurlijk. En later. Bye bye.